Een hele goede middag. Nou jongens, veel dingen gebeurd. Welkom bij een nieuwe weekvlog, dat sowieso. En zoals je ziet, achter me zit Jasmijn te editen. Jasmijn die moest eigenlijk vannacht naar Autorum toe, maar ze voelde zich niet zo lekker. Dus ze heeft een hele slechte nacht gemaakt, dus we besloten om haar even thuis te houden. Maar het gaat nu gelukkig iets beter. Jasmijn is nu even bezig met het retoucheren, want het gaat iets beter en anders dan verliezen ze te veel tijd. Dus er is toch nog even iets aan het doen. Maar het gaat in ieder geval een stuk beter, dus dat is erg fijn. Maar verder, ja, lekker ochtendje gehad. Veel dingetjes kunnen doen. Mailtjes beantwoord, dat soort dingetjes gedaan. En de week vroeg helemaal klaar. Dus is dat ingepland voor vandaag. Dus ja, heerlijk. We gaan zo meteen over 45 of over een half uurtje lunchen. Ik ga nog eventjes iets lezen en dan gaan we zo meteen lekker lunchen. Tom en ik zijn heel even de stad in en Tom is momenteel wat kleding aan het passen, dus ik ga hem zo beoordelen. Dus ja, dat zijn we nu lekker aan het doen. Tom en ik zijn super goed geslaagd. Bij de H&M hebben we deze dekbed overtrek gevonden. Super mooi. In de kleur komt niet helemaal over op camera, maar hij is iets donkerder groen. Dus we gaan zo meteen lekker het bed verschonen en dan deze erop doen. Hij was oorspronkelijk 50 euro, maar we hadden ook nog memberskorting, dus we hebben 25 euro betaald. Dat was een goede deal. Yes. Nou, vervolgens hebben we ook voor Tom heel goed, zijn we voor Tom heel goed geslaagd. Een mooie polo. Een mooie polo. Streepjes. Is dit een vlag? Nee, hè? Nee, denk ik niet. Had gekund. Nog een polo. Even verkeerd om. Maar blauw met groen. En als laatste nog een heel leuk groen shirt. Allemaal verkeerd om. En die is ook wat donkerder dan die nu op camera oogt. Maar, super nice. Ja. Ben je er blij mee? Ja, wacht. Hey, ik kan een setje slapen. Ja, je kan een Dit is anders. Als het je pyjama wordt op een gegeven moment, dan match je met het dekbed overtrekken. Yes, wij gaan nu lekker lasagne maken en dan gaan we zo eten. Nou, ik zal jullie even laten zien. Zo ziet het eruit. Het is niet helemaal nog netjes. Dan moet ik nog iets netter trekken. Maar hebben jullie een idee? Super tof die groene kleur. Het is iets donkerder dan dat jullie het hier zien. Maar ik vind het heel erg leuk. Hierbij past heel gezellig. Ik ga lekker in bed liggen. Nog even iets kijken. En dan komt Jasmijn later vanavond bij me liggen. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. En jongens, heel veel gebeurd. Vanmorgen ging Jasmijn opstaan met mij samen. En ja, ik was Jasmijn eigenlijk 2 minuutjes eerder wakker gemaakt. Want ik zag een hele goede aanbieding voor AirPods Pro. Die wil Jasmijn heel erg graag. En we hebben toen ooit een keer gelopen voor 3 op reis. En daar hebben we een 50 euro te knobbelen van gehad. En Jasmijn wel al heel langer geleid AirPods Pro. Dus ik heb besloten, of ik had gezegd van hey, de AirPods Pro in de aanbieding bij was het ook weer bol.com voor 175 euro, normaal 219. Dat is best wel een oké aanbieding. Voor, in ieder geval met de Prime Days, omdat ze mee moesten gaan. Maar daar kon je als mijn ook nog de knoopbon van 50 euro doen. Dus voor 125 euro heeft je als mijn AirPods Pro. Maar ze heeft er nog iets bij besteld, namelijk een avonddelivery. Anders was het pas morgen. Dus ze krijgt vanavond haar AirPods Pro. En ik had nog wat knoopbonnen liggen van Coolblue. Eigenlijk 219 euro in totaal qua knoopbonnen. Dus ik heb besloten om AirPods Pro ook te gaan kopen, maar dan bij Coolblue. Omdat ik had alleen Coolblue cadeaubonnen. En die komen morgen. Dus Jasmijn en ik hebben allebei AirPods Pro gekocht. Super tof. Dus Jasmijn krijgt vanavond en ik morgen. Heel erg blij mee. Dus dat wordt lekker klooien natuurlijk. En mijn moeder belde nog eventjes. Die wou nog een paar foto's uitprinten bij de HEMA. En die vroeg of ik het leuk vond om als even koffie kwam drinken. Dus die is nu momenteel onderweg naar mij. Die is hier over een kwartiertje, 20 minuten. En daarna ga ik folders lekker lopen. En dan ja, gaan we wel zien wat we vandaag hebben gedaan. Wat ik verder ga doen. Ik heb in ieder geval het hele huis schoongemaakt. Dus dat is lekker. Maar ik ben erg blij met de AirPods Pro. Een hele goede avond. Het is momenteel dinsdagavond. En ik ben lekker thuis. Zometeen komt mijn pakketje voor de AirPods. Die heb ik vanmorgen besteld. Ik weet niet of Tom dat al had verteld. Ja, maar die heb ik dus vanmorgen besteld. En die komen lekker vanavond. Dus daar heb ik heel erg zin in. Dus ik wil even met Tom naar de Action om even een hoesje ervoor te halen. Dat ik ze in ieder geval morgen beschermd mee kan nemen in de trein. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Dus we gaan nu lekker richting de Action.
binnen. En het meisje kwam de trap op, dus dat was super lief. Er zit hier zo'n rits op. Oh, en hij ging in één keer goed. Wee! Daar zijn ze. Ach, super exciting. Ik ga zo de stripper aftrekken en ga ik ze lekker opladen en gebruiken. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en ik ben lekker bezig aan de website. We hebben besloten dat de blog en de portfolio en de retouch allemaal hetzelfde wordt qua layout. Dus dat ga ik nu eventjes aanpassen allemaal. Dus er nog wel een dagje werk, maar wel heel veel zin in. Jasmijn is lekker naar Hema, die is momenteel aan het fotograferen, dus dat gaat helemaal goed. Ik krijg zo meteen mijn AirPods binnen over ongeveer 2 uurtjes. Dus ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Ga ik jullie zeker een unboxing geven. We hebben bij Jasmijn het niet echt gedaan, want anders krijg je 2 keer dezelfde unboxing. Dus ik ga een goede unboxing geven. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou jongens, Coolblue pakketje is gekomen. AirPods Pro. Super zin om hem even te unboxen. Dus ik ga deze strip eraf halen en dan gaan jullie het zien. Nou, ik heb mijn AirPods Pro gekregen zoals jullie al hebben gezien. Het is heel erg tof. Het is 3D geprint. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Dat is helemaal 3D geprint. Ik doe even de unboxing. Volgens mij had het gisteren niet gefilmd, zodat ik het mooi kan doen. Dus dat ga ik nu doen. Dan heb je nu een heel tof lipje. Die kan je zo afhalen. En dan gaat die echt maar zo sluit die open. Dus dan kan je hier alle plastic eraf halen die het altijd heeft. Dan heb je een lekker ruche wat altijd super nice ruikt. Nou, dan ga ik hem hier openen. En dan zien jullie gelijk designed in Apple California. Haal je dat eruit. Dan hebben we hier de AirPods. Dit is de wireless charging case die ik erbij heb. Die krijg je dus toen erbij. Is heel erg handig. Ik zal zo meteen even uitleggen wat het is. Nou, dan heb je hier de AirPods Pro. Als je hem open doet, dan gaat die connecten met mijn iPhone. Dan moet ik hem setten. Dus dat ga ik zo meteen doen. Maar deze case, zeg maar, die kan je opladen. En wat het eigenlijk doet, is hier gaan je AirPods in. En laat die continu je AirPods eigenlijk op. Super handig. Dan pak ik eventjes deze. We hebben ook nog een USB-C naar Lightning connector om hem sneller op te laden. Maar ja, dat heeft bijna niemand. Maar gelukkig heeft mijn MacBook natuurlijk USB-C ingang. Dus ik kan hem maar opladen met USB-C. Dan hebben we hier nog verschillende tips. Even kijken. Ja. Hier zitten nog verschillende tips in. Medium, small en large. En voor mij zit er standaard gewoon medium op. Ik zal nu de AirPods laten zien eventjes. Als ik hem open, dan gaat mijn iPhone af. Dan negeer ik eventjes. Oh, je zag het niet. Hier zijn de AirPods. En dit zijn dan de AirPods Pro. Super klein. Super nice. Ik ga dit zo meteen even installeren. Ik ben heel erg benieuwd. Zo, ik zit in mijn kleding. Ik ga eventjes lekker even wandelen. Ik heb snel maar eventjes eruit te gaan. Ik heb besloten om eventjes naar de Mediamarkt te gaan. Want bij Mediamarkt is namelijk, zijn de btw-vrije dagen. Dus ik denk, ik ga eventjes kijken. Ik ben gewoon wel benieuwd. Niet per se dat we iets nodig hebben, maar gewoon leuk. En dan ga ik even een rondje Dave te doen. Dus ik ga jullie even wat shots maar laten zien van Dave. Even wat toffe shots ga ik maken voor jullie. En dan ga ik daarna lekker naar huis toe. Je komt aan. Hallo. Mama. Kaarsjagen. Ja. Leuk. Leuk, hè? Dat heb ik helemaal niet laten zien, maar ik heb gezegd de kaarsjes aangedaan. Heel gezellig. En wel met was, dat is dan weer jammer. Ja. Oh, well. Ja, als mij en ik zitten heerlijk op de bank. We hebben lekker kaarsje aangezet. Het is lekker te eten, lekker te drinken. En het is inmiddels 8:30, denk ik. En wij gaan de agenda maken voor de komende 3 maanden. Komende 4 maanden. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en ik ben lekker in de studio zoals je ziet. Ik ben bezig met het bewerken van de website, de blog. Daar heb ik een aantal aanpassingen voor gedaan. Dat zal ik zo meteen eventjes laten zien wat ik heb gedaan met Custom CSS. Maar Jasmijn is momenteel bij de Hema hoofdkantoor, is lekker aan het fotograferen. Die heeft iets nieuws geleerd daarover. Zal Jasmijn misschien nog wel iets meer gaan vertellen binnenkort. Maar vanmorgen hebben we een mailtje gehad over onze nieuwe studio. Onze nieuwe studio is in principe
principe helemaal geregeld. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En wat we in principe... In principe krijgen we nu vandaag of morgen een contact doorgestuurd. Ik hoorde net een mailtje in mijn oor, dus misschien dat het dan het mailtje is. En als het contract allemaal doorgestuurd is, dan gaan we kijken of het goed is. Dan ga ik het doorlezen en dan gaan we tekenen. Dat is in ieder geval super tof. Ik wacht nog even met een aantal dingen daarover vertellen zometeen als ik het contract heb gelezen. En ik heb misschien ook alweer een opdracht voor volgende week. Een groot juweliers horloge merk, die zoekt een retoucher. En we hebben contact via met een aantal mensen. Dus die gaat even haar planning eventjes bekijken. En dan krijgen wij misschien die job. Dus dat wordt super tof. En ik vind deze AirPods zo fijn. Ik gebruik ze nu zo erg. Ik heb andere tips erop gezet. Dat iets kleinere tips. Zodat ze iets beter in mijn oor passen. Ik ben er zo blij mee. Dus ik ga nog eventjes werken. Ik heb super goed gewerkt in de studio en ben tevreden met wat ik heb gedaan. Dus dat is top. Ik ga besloten om zo naar huis te gaan. Ga alles even afspoelen en afwassen en dat soort dingetjes doen. En dan ga ik heerlijk naar huis lopen. Nog even 20 minuutjes naar huis wandelen. Vind ik altijd heerlijk. En dan ga ik gewoon even chillen thuis. Nog, denk nog wel wat werken. Misschien nog contact lezen als het wordt doorgestuurd van de studio. Ik hoop dat dat binnenkort gedaan wordt. En ik vind het gewoon heerlijk om een half dagje in de studio te werken. En eigenlijk een half dagje thuis. Ik vind het heerlijk. En dan heb je toch het gevoel dat ik 's ochtends iets heb gedaan. En ik sta natuurlijk elke dag om 5 uur op. Dus misschien ga ik zo nog ook wel even een uurtje slapen. Dat vind ik ook altijd lekker om even tussen de middag te doen. Dus ik ga nog wel wat dingetjes doen, denk ik. Zoals jullie zien ben ik thuis. Het is al een stuk later. Ik heb deze camera iets opgehaald, want dat zat op 5%. Dus nu heb ik hem even helemaal weer 100% gemaakt. Dus dat is top. Toen ik thuis was, hebben we een inventarisatielijst gekregen voor de nieuwe studio. Welke dingen we kunnen overnemen. In principe gaan we alleen de plusje gordijnen zeg maar, overnemen. Die zijn €80. De rest is eigenlijk... ja, te duur. Ze hebben allemaal prijs genoemd wat de inkoopprijs was. Ja, dat is het gewoon niet meer waard. Dus dat gaan we niet doen. Dus dat hebben we in principe besloten. Dat is mij niet zo over ongeveer een 20 minuutjes ongeveer thuis. Ik ga dan met mijn vader, die komt langs. Want die gaat waarschijnlijk een ID4 leasen. En die komt dan gezellig langs. Dan ga ik eventjes in de ID4 rijden, want het is ook een automaat. En dan gaan we even een rondje rijden. Ik ben heel erg benieuwd. Het is helemaal volledig elektrische auto. We zijn heel erg benieuwd. Dus dat is in ieder geval super leuk. Als mij gaat het dan meteen retoucheren. En we hebben nog een opdracht voor later erbij. Dus dat is ook top. En ik heb met Jasmijn in de trein net even gebeld over een aantal zaken over de nieuwe studio. We hebben een aantal ideeën wat ons heel erg tof lijkt om in de nieuwe studio te gaan integreren. Dus dat hebben we weer. Ik loop op pepper, dus dat is top. Dus Jasmijn die komt ook over 20 minuten thuis. Ik heb de iMac alvast aangezet zodat zij gelijk door kan met retoucheren. Want er moet veel gebeuren, dus dat is top. En ik ga zo meteen lekker in de ID4 rijden. Een hele goede avond. Tom heeft me heel lief opgehaald van het station. Ik heb namelijk vandaag bij de HEMA gewerkt. En we zijn nu even een stukje lekker aan het wandelen. We zijn even bij de Mediamarkt geweest. En daar hebben we even een hoesje voor onze AirPods gekocht. En nu staan we bij het Grote Kerkhof. En daar zijn ze momenteel bezig met opgravingen. Dus dat ga ik jullie zo eventjes laten zien. Want ze gaan waarschijnlijk iets nieuws doen met het plein hier. Heel tof. Ja, dus ik ga het jullie nu laten zien. Ja, nou zoals je kan zien een hele hoop zand. En allemaal... ja, ze hebben er allemaal dingen overheen gelegd, zodat je niet te veel botten kan zien voor de mensen die dat niet willen zien. Dus super interessant. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag en het is al middag. Het is bijna 2:15. Maar Jasmijn die was vanmorgen om 8 uur al weggegaan richting Otrium. Die is een lekkere dag aan het fotograferen en die komt ongeveer rond 5 uur thuis. 5:30 zoiets. Maar we hebben vanavond een hele leuke planning, want we gaan vanavond heel erg tof naar de film met Jolie en Jurre. Heel erg veel zin. Dan gaan we naar de Slag om de Schelde. En voor ons is de Slag om de Schelde sowieso echt een oorlogsfilm, dus die willen we sowieso heel graag zien. Maar ten tweede ook, is het nog heel erg grappig, want wij kennen de Fysiologie-team, geen bluff waar we altijd mee werken. Die heeft de Fysiologie gedaan voor deze film en bouwt voor heel veel Nederlandse producties, maar ook voor deze film. En vorige week was dus iemand van geen bluff bij ons voor een fotoshoot, die jullie ook hebben gezien.
gezien. Alleen, zij heeft heel veel insights verteld. En ook, ik heb een filmscript, niet van deze film gezien, maar wel een ander filmscript. En hoe het allemaal gaat met fysiek en zo. Dus het is superleuk om dan vanavond de film te gaan kijken die hun hebben gemake-upt eigenlijk. Dus dat maakt het extra bijzonder natuurlijk. Extra leuk dat je die mensen gewoon kent. Dat is heel erg tof. Ik ben vanmorgen het bezig geweest om hier alles schoon te maken. Ik moest natuurlijk kranten lopen en was rond 7:30 ongeveer thuis. Dus ik heb Jasmijn nog heel eventjes gezien en even gedag gezegd. En die komt dus vanavond hier naartoe. We zouden eigenlijk eerst uit eten gaan, maar uiteindelijk kon dat niet. Omdat eigenlijk op twee momenten mogen geboekt worden bij La Comunita. Dat is eigenlijk waar we altijd uit eten gaan. Alleen dat zou Jasmijn niet redden. Maar Jasmijn heeft besloten, om het gaat zo goed, om misschien net iets eerder weg te gaan, waardoor ze het wel redt. Dus dat is even afwachten. Dus misschien dat we dan toch daar uiteindelijk gaan eten. Anders zouden we hier wat gaan eten. Ik heb wel voor de zekerheid alles opgeruimd, want ja, als hun niet komen, dan heb ik het in ieder geval gewoon netjes. En anders gaan we dus lekker uit eten. En anders gaan we hier wat bestellen. Dan eten we het hier met z'n allen op. Dat is wel heel erg leuk. Dus ik ben in principe klaar. Ik ga nu de Formule 1 kijken. De voorbeschouwing en daarna de kwalificatie. Alles ziet er weer heel erg netjes uit. Dus daar ben ik zeker blij mee. Kijk maar eventjes. Of grond helemaal netjes. Nou, dat ga ik zo even opruimen. Hier nog mijn powerbank en zo. Chiki zit lekker daar zo. Maar het ziet er allemaal weer heel erg schoon uit. Dus daar ben ik blij mee. Nou, ik ben inmiddels terug van Otrium en ik lach heel erg omdat Jolie en Jurre zitten momenteel op de bank. We zijn net lekker uit eten geweest bij La Cubinita. En we konden pulled pork? Nee hoor. En we zijn daar lekker uit eten geweest, maar Jolie had al gebeld om te kijken of we daar konden eten. En toen zei ze, nee, we hebben geen plek meer. Dus ik zei, nou, we gaan gewoon daar langs en kijken of ze plek hebben. En ja hoor, ze hadden toch plek voor vier. Dus we hebben daar lekker gegeten, zijn nu eventjes hier wat drinken en gaan nu richting de bios. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en het is ongeveer 7:50. Nou jongens, gisteren was het heel erg leuk, maar wel heel erg laat geworden. We waren denk ik 1 uur of zo pas sliepen of zo. En nu om 8:00 alweer op. Als mij niks en allebei heel erg moe. Maar er komt over een kwartiertje, 10 minuten komt HelloFresh. Dat hebben wij besteld een week lang om te gaan kijken of het iets is voor ons. Dus die komt zo meteen bezorgen. Dus ik ben opgestaan. Dus mijn ligt nog een beetje half te dukken. En dan ben ik heel erg benieuwd wat het allemaal is. Nou, we hebben onze HelloFresh bestelling binnengekregen. Het is ook een hele mooie doos voor Chiki. Die was net al geïnteresseerd in. We gaan nu even openmaken. Ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in zit. Dat weet ik eigenlijk al wel, maar hoe het eruit ziet. Dus we gaan hem unboxen. Nou, superleuk. We hebben het menu gekregen. Dit is het menu die we zelf hebben samengesteld. Dat wel. Dan heb je... Hallo, Jasmijn Bult. Hallo, dank u wel. Ik ben meneer Papa, maar maakt niet uit. En hier zit alles in. Nice. Kijk, we hebben gisteren helemaal niet afgesloten, excuses daarvoor, want gisteren was Formule 1, daarna voetbal. Jasmijn heeft de hele avond tot 10:30 lopen editen om een beetje bij te benen. Ze gaat nu de goede kant op, nog 11 foto's of zo van die shoot van, niet, van vorige week, nee, 2 weken al. 2 weken denk ik al. Niet gisteren, maar de week daarvoor inderdaad. Dus die moeten ze nog even afediten, maar dat komt deze week hopelijk wel goed. Maar ik ben heel erg trots op haar, goed gisteren geëdit, dus dat is top. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze week. Vergeet zeker niet te abonneren en een reactie achter te laten. En dan zien jullie natuurlijk graag de volgende keer weer terug. Doei doei!